Dit keer voor Heezakkers. De voorzet van Heezakkers en bij de eerste... Heezakkers. Van Overbeek met de paas op Antonio. Die heeft wat ruimte. Geraldo, Alberto, Antonio. En daar is de treffer voor PSV. Tweede helft. Van Vlerken met de lange bal op Rai Vloed. Die doet dit heel intelligent. Daar staat Geraldo, Alberto, Antonio. En die moet je zo'n kans niet geven. 1-0. En die zijn gevaarlijk. Antonio met de trap. En... Maar vergeet het die wedstrijd af te maken. Antonio. Om van Gurp heen. De voorzet. En... Ja, natuurlijk. We wisten dat we moesten winnen. En dat hebben ze bereikt. En met het spelen. Nog altijd Elvio van Overbeek. De voorzet is goed. De kopbal daar van Geraldo Alberto Antonio. Bakali. Antonio. En dit is Bram van Vlerken. Al vroeg in de wedstrijd in de ploeg gekomen voor Wouter Sommer. De ploeg van Philip Cocu. Bakali met het steekpaasje op Alberto Antonio. Die haalt uit. Prima redding van... Swarcik, McGregor en Herren. En PSV staat met 3-0 achter. Vlak voor rust wordt het nog 3-1. De treffer van Geraldo Alberto Antonio. PSV, want het heeft dan nog een helft om orde op zaken te stellen. Antonio met de actie, de voorzet, de kopbal van... En laat zich hier de kaas van het brood eten door Rahi. Nu moet die bal komen. Komt hij ook. Geraldo Alberto Antonio met de kans. En daar wel de treffer voor de A1. Mooie goal van Geraldo Alberto Antonio. En na die goal neemt PSV het heft in handen. Daar gaat Geraldo Alberto Antonio weer. Van den Hurk kiest knap positie. Krijgt de bal en daar is het 2-1. Knap uitgespeeld doelpunt. Van Mohamed Radji hier weer met een goede actie. Kijken. Vindt Maria, maar de lat hangt nog in de weg. En daar is Geraldo Alberto Antonio, die PSV al snel na de openingstreffer. Van Ooyen. Op zoek naar spits Antonio. Vlak voor rust dan de vrije trap van Geraldo Alberto Antonio. De bal gaat naar de kruising, maar opnieuw een stijlvolle... Maak hem op! Linksback Sander Heezakkers. Van Overbeek met de paas op Antonio. Die heeft wat ruimte. Geraldo Alberto Antonio. En daar is de treffer voor PSV. En zo leidt de ploeg dik verdiend in die eerste helft met 1-0. Als een echte spits passeert.